Er zit bloemkool in, paprika, tomaat, rode ui, kokosmelk, curry, matraspasta, limoen en rode peper. De bereidingswijze is eerst de groenten wassen, de bloemkool, en dan snij je het in kleine roosjes. En daarna snij je de rest van de groenten. En daarna bak je het, zeg maar. Een half uurtje is hij klaar. En het is gewoon een kant-en-klare pakket. En het is bij de Coop te verkrijgen. Goedendag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vandaag koken. En ik laat de ingrediënten zien. Wat er allemaal in zit. Ik zou het super leuk vinden als jullie allemaal kijken. En waarderen. Goedendag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vandaag koken. En ik laat de ingrediënten zien. Wat er allemaal in zit. Ik zou het super leuk vinden als jullie allemaal kijken. En waarderen. Goedendag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vandaag koken. En ik laat de ingrediënten zien. Wat er allemaal in zit. Ik zou het super leuk vinden als jullie allemaal kijken. En waarderen.